Welkom bij de 15.3 Zonder water gaat het niet, Biocast. Wanneer je wil kijken naar de spijsvertering kun je 82.h en 82g natuurlijk gebruiken. We kijken hier naar een aminozuur en die bestaat uit een aantal delen. Je hebt hier aan de ene kant de aminogroep, de stikstof met de twee haakjes, en hier heb je de zuurgroep. De C met een dubbelgebonde O en een OH-groep. Dat haakje kan eraf en daarom is dit de zuurgroep. Je kunt die aminozuren aan elkaar rijgen als je een polypeptide wil gaan maken. En dat is een vorm van condensatie. Dus onder afsplitsing van water worden ze aan elkaar geregen. En polycondensatie, want je kunt er heel veel aan elkaar rijgen zoals je hier ziet. Nou kunnen die polypeptiden ook wel verteerd worden met enzymen. En dat kan met een endopeptidase, die knipt in het midden. En je hebt ook exopeptidase en die knippen ze aan de buitenkant af. En kijk dat er verschillende bindingen verbroken worden. Maar allebei ectopeptidazen. Hier hebben we een zetmeelketen. Een amylase splitst die in ketens van 9 tot 2 ringen. Maltase die maakt van de disaccharide een monosaccharide, zoals hier glucose. Hier hebben we een glycerolmolecuul links en 3 vetzuren. En die kunnen op deze manier aan elkaar gezet worden met een esterbinding. Onder afsplitsing van 3 watermoleculen. Zo'n vetzuur heeft hier weer de zuurkant, de zuurgroep, en zo'n keten is 1 tot 19 C's lang. Dit is een verzadigd vetzuur en dit is een onverzadigd vetzuur, want niet alle C's zijn verzadigd met H's. Dit was hem alweer, de 15.3 Biocast. Veel succes met studeren!